Tijdens de blind zong ze in het Frans. Maar ze draait haar hand niet om voor een extra uitdaging. Hier is Tien. Zingen is voor de volgende artiesten haar redding geweest. Dus ze doet het met hart en ziel in eender welke taal. Graag uw applaus voor Indy. En ook de volgende artiesten zong een Franse ballad in The Blinds. En tijdens deze battle zingt ze in het Engels. Hier is Victoria. Coach Gers koos voor een nummer van LP. Laat jullie horen voor Lost on You. Amai, ze ziet er wel cool uit als bij de Blinds. Dames, mag ik jullie ook complimenteren met de outfits? Jullie zien er zo prachtig uit. Heerlijk om te zien. Kom een beetje dichter bij mij staan. Laura, wat vond jij van deze battle? Ik denk vooral dat Gers het jullie wel moeilijk heeft gemaakt. Het lijkt me echt geen simpel nummer om te zingen. Wauw, het springt van hier naar ginder. Ik vond het nu wel... Af en toe hoorde je wel dat het moeilijk was, vond ik. Maar ik vind wel dat jullie echt wel jullie manneken hebben gestaan daar op het podium. Ik was vooral onder de indruk van de kopstem van Indy. Je hebt echt een heel mooie kopstem. Sean. Geen makkelijk nummer, LP. Ze is nog langs geweest bij mij in mijn radioshow op Q Music. En toen was ik ook onder de indruk van wat die allemaal doet met haar stem. Dus om die schoenen te moeten vullen, chapeau dat jullie daar dan zo ingevlogen zijn. En als ik dan iemand moet kiezen, dan... Oh ja, dan ga ik toch ook voor Indy. All right. Yes. Ik vind dat jullie het alle drie heel goed hebben gedaan. Ik wilde jullie met dit liedje vooral uitdagen. En ik weet dat het niet makkelijk is.
Maar zoals jullie het nu hebben gedaan, vind ik het echt heel goed. Het is voor mij tot nu nog heel moeilijk om te beslissen. Dus ik ga even denken, wat ga ik doen? Jongens, ik hoor het brein van Gerst tot hier ratelen. Ja. Nou. Ben je eruit? Ik ben er toch uit. Dus ja? Laat dat ding maar komen. Oké, wie gaat er voor jou naar de halve finale? Oh my god. Ik heb gewoon buikpijn. Degene die meegaat naar de halve finale, dat is... Victoria. Proficiat Victoria! Jij bent deze dag legatoren in de halve finale! Victoria! Gefeliciteerd! Mag ik even nog een applausje, alsjeblieft?